Hallo allemaal, welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker, ik zit hier vandaag met mijn zoon Jeremy Rekker. Mm. Welkom Jeremy. Dankjewel. En we gaan de tweede les doen van 2021, dat van 9 januari. En die heet Een gemiste kans en de gevolgen daarvan. Ja. Nou, wat we vooral in deze les gaan zien, is toch dat Hiskia, terwijl hij een assist krijgt, zoals in voetballen heet, om een goal te kunnen maken, om het evangelie te verkondigen, dat hij die aangeboden krijgt, dat hij alleen maar iets hoeven doen, dat hij daar niks mee gedaan heeft, dat het enorme gevolgen heeft gehad voor de rest. Niet alleen voor hemzelf, maar vooral ook voor zijn volk. En het moet ons bewust maken van de gemiste kansen die wij in ons leven hebben gehad al, en misschien in de toekomst krijgen, dat we de kansen benutten. Voor we het verder gaan bespreken, wil ik graag eerst dat je een gebed opziet. Trouwe Vader in de hemel, we komen voor uw troon der genade om toch dank te zeggen dat we deze les mogen bespreken met elkaar. En Vader, vraag toch alsjeblieft, wilt u met ons zijn ook in ons hart, dat we toch ook niet die kansen die we krijgen, dat we die toch ook durven te nemen, Heer. Dat we niet bang voor hoeven te zijn voor wat we geloven en voor onze overtuiging. En dat we toch ook vol blijdschap en altijd uw liefde mogen verspreiden en vertellen aan alle andere mensen op deze aarde. Wees met ons, Heer, dat we toch ook goed mogen uitleggen. En dat de mensen thuis ook deze les ook waardevol mogen aanschouwen. Hier bidden we allemaal voor, niet om dat te verdienen, maar in Jezus' naam alleen. Amen. Amen. Les 1 ging al over Daniël. Mm-hmm. En dat betekent dat we nu terug even gaan in tijd naar Hiskia. Ja. Ja, want Hiskia leefde echt voor Daniël. En we hebben het ongeveer over 700 jaar voor Christus. En om goed te begrijpen waar we in deze les zitten, dat heet de context. Hiervoor was Jeruzalem belegerd door het Assyrische leger. En was een grote paniek, ook bij Hiskia. Mm-hmm. Hij heeft zich tot God geworpen en God heeft uitkomst geroepen. De engel des Heren heeft in één nacht 185.000 soldaten gedood. En daardoor waren ze bevrijd. Ja. Dat is hiervoor gebeurd, dus enorme wonderen zijn al gebeurd voor de ogen van Hiskia. En dat is goed om te weten, want hij was een trouwe koning en was een oprecht koning. En hij wilde de mensen ook allemaal dat ze God gingen aanbidden. Op die manier leeft hij ook. We hebben twee inleidende teksten. Zou je die geheugenteksten lezen uit Prediker, uit Timotheus en uit Prediker? Ja. Prediker het woord, volhard erin, gelegen of ongelegen. Mm-hmm. Dat is de eerste tekst. Dan zaai uw zaad in de morgen en trek uw hand in de avond niet terug. U weet immers niet of dit zal slagen of dat het allebei goed zal zijn. Precies. Ja. Heb je daar gedachten bij deze twee teksten? Sowieso bij de eerste tekst dus, staat dus predik het woord. Dus, mm-hmm. Staat dus wat je moet doen. Ja. Volhard erin, deins niet terug. Maar niet of het al gelegen of ongelegen. Dus komt het voor je uit, dan denk je, ik kan toch beter even misschien nog een paar dagen wachten. Want misschien krijg ik een betere kans. Nee, je weet nooit eerst wat die kans komt. Dus is het nou gelegen of ongelegen, grijp die kans. Precies. En we komen in de tekst, deze tekst gaan we nog terug opgrijpen in de les toch wel. Ik vind het mooiste dat je zegt, hè, als die kans er is, pak hem. Ja. En denk niet, moet ik dat doen? Is het zo slim? Jaag is het dan niet weg? Van uitstel komt afstel. Zo simpel is het echt. En als je dat doet, dat zegt de tweede tekst eigenlijk van Prediker, blijf er dan ook bij. Zorg ervan dat je het blijft koesteren, dat je het blijft laten groeien. Dat je niet denkt van, één keer is toch genoeg geweest? Nee. Trek je hand niet terug in de avond. Met andere woorden, denk niet van dat je klaar bent in één keer. Nou, dat zijn de mooie leerteksten. Vooral de eerste heeft heel veel betekenis, zullen we zien in deze les. Een koning op de proef gesteld, dit naar de eerste vraag. Wat stond de Heer nou toe? Dat zou gebeuren met koning Hiskia na die prachtige dingen die we net genoemd hebben. Dus al deze mooie dingen zijn gebeurd. Hij heeft zijn volk geleid. En in die zin ook als koning zijn geholpen met het bevrijden ervan. Ja. En hij wordt tot stervens toe ziek, staat er geschreven. Ja. Wat het precies is, weten we niet, hè? Het wordt wel een gezwel genoemd. Mm-hmm. Dat is een buik. Ja. Mijn fantasie is, misschien is het wel kanker geweest. Maar in ieder geval ging hij weer aan dood. Ja, er stond in ieder geval ook bij. Menselijk gesproken was hij niet meer te redden. Nee. Zijn leeftijd van Hiskia, het was nog een jonge man toen. Tenminste, in mijn ogen een jonge man. Hè? Voor hem niet, hoor. Maar hij was 39 jaar oud. Ja. Dus hij was gewoon in de kracht van zijn leven. Ja, middelbare leeftijd noem je dat nu. Ja. Oké. Ligt aan wanneer hoe je dat bekijkt. Ja. Een 19-jarige kijkt anders aan dan een 60-plus, hè, de meek. Maar in de kracht van zijn leven was hij. Mm-hmm. Hij was ongeveer 14 jaar koning.
Dat is ongeveer de helft van zijn hele regeerperiode heeft hij net gehad. En dat weten we nu in dit geval. En zo gebeurt een bit. Deze onheilstijding. En dan ligt op bed. Ja. Bedleger. Dus hij was echt te beroerd. Hij was ziek. Hij was echt ziek. Oké, dan ben je dus heel erg ziek. Je artsen hebben verteld, het gaat eigenlijk niet meer goed. Nee. We hebben geen idee wat er moet gebeuren, want ik denk dat je de dood in gaat. En dat hebben de artsen verteld. Of hoe ze ook mogen heten, niet uit de geneesheren. Mm-hmm. En dan komt de tweede vraag. Ja. Dan komt... Hij krijgt visite van de profeet Jesaja. Ja. Nou kent hij die Jesaja als de profeet van God. Jesaja had hem heel veel dingen al verteld, die zijn allemaal uitgekomen. Wat vertelt deze profeet Jesaja nu aan de koning? Nou, in eerste instantie, je hoort dat de profeet komt. Dan zou je denken, nou, heeft hij goed nieuws. Gaat hij iets vertellen waarvan je denkt, nou, het komt allemaal goed. Jesaja komt en zijn boodschap, nou, die kan eigenlijk niet harder zijn dan het is. Hij zegt, nou, zo zegt de Heere, tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen. Ja. Dan denk je, nou... Het is niet dat Jesaja het zegt. Nee, het is zo zegt de Heere dat. Mm-hmm. Er is geen spel tussen te krijgen. Hij weet precies wat er gaat gebeuren. En die gedachte die komt hard bij hem. En alle profetieën van Jesaja zijn er nu toe uitgekomen? Altijd, ja. Ja. Regel je zaakjes maar. Ja. Of je nog wat met je testament wil regelen, of iets met je vrouw of met je kinderen. Doe het dan maar. Ja. Want je gaat dood. Als ik die boodschap zou krijgen, nou, dan zou ik dat maar gedaan hebben. Ja. Even als ik, tenminste, zoals ik er nu over denk, hè? Dan zou je zeggen, nou, dan leg je me erbij neer. Ja, goed. Ik ga mijn zaakjes regelen. Dan denk ik, heer, u wil geschieden. Maar we gaan naar de derde vraag. Mm-hmm. Wat deed Hizkia direct toen hij deze boodschap had? Ja. Het eerste wat hij deed, is hij viel meteen op zijn knieën. En hij bad tot de Heer en zei: och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed in uw ogen gedaan is gedaan heb. Dan zegt de Heer, kunt u alsjeblieft eraan terugdenken, ik heb altijd mijn best gedaan om uw wil te doen en alles te doen wat goed is in uw ogen. Dat zegt hij. En Hizkia weende gansje en het gebeurde nu. Ja. Dus... het enige wat ik kon zeggen van eigenlijk, heer, ik begrijp het niet. Ik heb mijn best. Ja. Ik doe mijn best. Ja. Als hij nou op knie, dat weet ik niet zeker. Maar hij draait zich in ieder geval wel om met zijn gezicht naar de muur. Mm-hmm. He, dat weten we in ieder geval zeker. Dus, ja. Hij ging direct in gebed. Hij wachtte er ook geen tel mee. Dus dat is belangrijk. Als de nood hoog is, ga maar gelijk in gebed. Over daarvoor denken, ik ga straks wel bidden. Mm-hmm. Ik neem nog even tijd. Ik moet even over nadenken. Nee, direct in gebed. En wat ik dan zo mooi vind in dit gebed is... hij vraagt geen enkele keer waarom. Nee. Hij vraagt niet waarom ben ik ziek. Wat hij alleen zegt, heer, ik snap het niet. Ja. Ik doe toch echt mijn best. Mm-hmm. En dat zegt hij, hij brengt het heer in herinnering. Denk even, ik doe echt mijn best. Ik heb al het goede gedaan. Ik heb alles wat ik dacht dat ik moest doen, gedaan. En dan gebeurt me dit. En ik vind het heel mooi, die woorden die hij gebruikt. Echt, in termen van, hij brengt het bij de heer in herinnering. En hij huilt dan. Ja. We weten niet waarom hij huilde. Hij kan huilen omdat hij doodging. Hij kan huilen omdat hij God niet begreep. Maar hij weende vreselijk. Ja, staat er. Wat gebeurt er direct op dat moment? Hij bad dus meteen, dus zodra je het gezegd had. Ja. En Jesaja liep dus... Die liep je weg. Ja. Er staat dus, toen Jesaja nog niet uit in het middelvoorhof gegaan was. Ik weet niet precies hoe ver dat was, maar... Het was wel in het paleis. Het was nog steeds in het paleis en dat paleis was groot, maar... hij was nog niet uit het paleis in ieder geval. Nee. Het was in het middelvoorhof, nou, misschien in het midden of meer vooraan. En toen gaf de Heer dus, zei de Heer dus tegen Jesaja... meteen dus van dat hij terug moest keren en dat hij welke boodschap die moest vertellen tegen Hizkia. Prachtig, hè? Ja. Hier antwoord direct. Ja. Via Jesaja weer. En wat is nou het antwoord van de Heer of via Jesaja? Zegt, ik heb uw gebed gehoord. Ja. Ik heb uw tranen gezien. Dus daarmee wist ook Hizkia dat Jesaja het van God had gehoord. Want hij was de enige die dat alleen heeft gehuild voor God. Ik zal u gezond maken. Op de derde dag zult u opstaan in het huis van de Heer. En ik zal 15 jaar tot uw dagen toedoen. Want dan wordt hij 54 jaar oud. Is niet echt oud. Dat is jonger dan ik nu ben. Maar anders was hij gelijk gestorven.
En ik help u ook verder. Ik zal uit de hand van Assyrië verlossen hebben. Daar had hij last van. Daar moest hij ook schattingen aan betalen. En ik zal deze stad beschermen. Mm-hmm. Het is een mooi verhaal. Ja. Wat leren we daar nou van? Je leert ervan dus dat je niet moet uitstellen. Ja, dat vind ik mooi. Zodra er iets gebeurt. Het maakt niet uit hoe vervelend ook is. Dus niet in twijfel gaan, maar altijd meteen in gebed gaan. Ja. En dat eigenlijk dus niks onmogelijk is. Dus ook al zegt dus in dit geval dus de profeet van de Heer, gij zult sterven en je gaat op je knieën. Zie dus hoe groot het geloof was en eigenlijk, ja, van Hiskia in dit geval, dat hij toch genezen is. God laat zich verbidden, staat er echt. Uh-huh. Hij wil gewoon gebeden worden. God wil gevraagd worden. En als we dat niet doen, dan missen we die kans ook nog. Dan mis je de kans op leven. Ja. De opmerking zegt hij mooi, hij wiens barmhartigheid niet ophouden, luister naar het gebed van zijn dienstknecht. Nou, dat is prachtig om te weten. Dus als onze onheilstijding overkomt, we denken hier is echt niets meer aan te doen, ga bidden. Ja. Want dat betekent dat God antwoord kan geven, ook in, als menselijk gezien het onmogelijk is. Dat zie je in dit geval. Eén klein stukje, het laatste uit de zin van de opmerking. In alles moeten we handelen volgens de lijn van Gods voorzienigheid. Dus twijfel niet eraan, God wil je helpen. Het is raar om te zeggen, God wil me niet helpen. Ja, maar waarom zou God je niet willen helpen als je een trouw kind van God bent? Ja, je moet het niet vragen. Ja, bij mijn zoon, als je het niet vraagt, weet ik ook niet wat je wil. Nou, soms wel, maar niet altijd, hè. Dus je moet het vragen. Ja, dat klopt. Dit is iets prachtigs. Je wordt beter. We gaan zo meteen nog kijken over de tekenen. Dat gaat in de vijfde vraag, maar eerst even dit stukje. Je mag 15 jaar langer blijven leven. Dus dat is zijn regeringsperiode wordt bijna verdubbeld daardoor. Was hij nou dankbaar voor de grote daad die hij had ontvangen, zegt de vierde vraag. Ja, in ieder geval niet. Er staat dus geschreven dat hij niet dankbaar genoeg, zeg maar. Ja. Hij liet het niet helemaal merken. Er staat, maar Hiskia vergold niet overeenkomstig de weldaad die hem bewezen was. Dus hij heeft een beetje gedaan, maar niet genoeg, hè? Dus hij zegt van, nou, dankjewel, hè. Maar zoiets zou je het maar kunnen zien. Ja. Hij was niet volledig, echt, hij toonde niet de grote dankbaarheid en wat er gebeurd was eigenlijk. En de verklaring zat er ook achter. Omdat zijn hart hoogmoedig werd. Inderdaad. Dat betekent dus in mijn woorden, het staat niet in de Bijbel zo. Dat hij zei, ja, ik ben weer beter geworden. Mm. De Heer heeft mij beter gemaakt omdat ik zo'n goede man ben. Omdat ik hem gewezen heb op de daden die ik gedaan heb. Ja. Daarmee trok hij alles naar zichzelf toe in plaats van naar God. Dat klinkt raar, hè? Maar dat is ongeveer wat hier staat. Nou, God straft hem direct overigens voor zijn hoogmoed. Ja. De toren rusten op Juda en Jeruzalem. En hij krijgt spijt. Dat is ook Hiskia wel weer gelijk. Hij kreeg gelijk spijt. Ja, maar dat is een goed teken. In plaats van dat hij voorhardig in zijn dwaasheid zou blijven, zeg maar. Ja, ja. Dus zowel de inwoners van Jeruzalem, zoals de grote toverder niet op hem kwam in de dagen van Hiskia. De Heer heeft hem met heel veel materiële dingen gezegend. Wat gaat hij dan mee? Wat doet hij daarmee? Ja. Nou, hier maar dus, kijk, Hiskia die was hoogmoedig. Nou, dan vraagt hij vergeving om, want hij vernedert zich echt om zijn hoogmoedigheid van wat in zijn hart zat. Maar toch was er nog steeds iets trots en egoïsme wat in hem zat. Ja. Want hij liet voor zichzelf, dat staat er letterlijk, voor zichzelf schatkamers voor zilveren en voor goud en voor edelstenen. Voor alle waardevolle aardse dingen die hij had, liet hij een kamers voor maken. Waar hij in rond kon lopen, waar hij van kon genieten van alle voorwerpen. Waar hij van kon genieten, ja. Ja, waar, ja, voor zichzelf. Volledig voor zichzelf. Ja, bizar, hè? Heel, iets heel raars gebeurt er met dit geval. Je denkt, ja, dat zou mij niet gebeuren. Ja. Oh, reken maar. Het kan ons ook gebeuren. Mm-hmm. Op een andere manier misschien, niet in dezelfde uiting. Dat betekent wel dat we onszelf best wel goed vaak vinden. Dat we onszelf succesvol vinden omdat we hard werken. Omdat we slim zijn. Omdat we handig zijn. En dan zeggen we, dat hoogmoedig hebben we in onszelf ook. Ja, daarom staat, ik vind toch dat er een mooie, ook een wijze les eigenlijk in de opmerking staat. Delen met ons. En dat is, dus de Bijbel veroordeelt de rijke man niet omdat hij rijk is. Ja. We weten ook al dat Job was de rijkste man van de wereld misschien. Op dat moment, niet van het Midden-Oosten. Ja. En dus er staat dus, hij veroordeelt de rijk, maar niet omdat hij rijk is. Hij zegt niet dat het verwerf van rijkdom een zonde is. Nog dat geld de wortel van al wat kwaad is, zeg maar. Maar het probleem is alleen dus, de Bijbel leert dat rijkdom alleen een gevaarlijk bezit is als het in concurrentie staat met onsterfelijke schat. Ja. Dus
Als het in concurrentie gaat met je eeuwig leven, ja, dan is het pas echt, dan is het gevaar. Precies. Dankjewel voor deze mooie toevoeging. Ja. Ja. En dan nog natuurlijk de verantwoordelijkheden die met rijkdom samenkomen. Want mensen hopen altijd van, ja, had ik nou maar had ik nou maar een miljoen, weet je. Dan kon ik allemaal slim doen en dan, ja, dan had ik het toch beter gehad. Dan was mijn leven toch veel beter geweest. Dan waarom heb ik nou geen miljoen gekregen van God? Ja. Maar het staat dus net als alle andere gaven van God. Brengt het bezit van rijkdom, verantwoordelijkheid met zich mee, is een eigenaardige verleiding. Ja. En ja, dan zie je dus ook hoe vervloekt de wereld vandaag is door de gierige hebzucht. Precies. Want de wortel van alle kwaad is gierigheid. Ja. Niet rijkdom. Nee, niet rijkdom. Maar de gierigheid is de wortel van alle kwaad. Inderdaad. Ja. Nou, dat is een goede les voor ons allemaal. Want wij leven natuurlijk in Nederland. En Nederland is een welvarend land. Anders gezegd, we zijn rijk gezegend door de Heer. Ja. Als land. En dat is mooi. En dat is fijn. Wat doen we met die rijkdom? Voor onszelf alleen maar zorgen? Of laten we ook anderen daarin delen? En anderen in dit geval betekent mensen en landen die het minder hebben dan wij. Mm-hmm. Gunnen we die ook hun deel van de taart? Ja. Of willen we die taart graag voor onszelf houden? Ja, het is niet ons taart. Dus het is... Dat is het antwoord. Ja. Het is niet onze taart, precies. Het is de taart die God ons geeft, waar we van allemaal mogen eten. En de Heer verlangt van ons dat we delen uit onze overvloed. Ja. Als land en als privépersoon. Mm-hmm. En daarom hebben we ook als gemeente ingesteld niet alleen de tiende te geven, maar ook de armengaven. En zegt, ja, maar in Nederland zeg je armen? Misschien wel niet. Toch zijn er ook in Nederland arme mensen. Er zijn heel veel arme mensen buiten Nederland, dus we kunnen die gaven heel veel uitdelen. We gaan even terug naar het verhaal van Hizkia. Ja. Hizkia lag op bed. Het gebed is verhoord. Hij is in gesprek met Jesaja. En het is een wonderbaarlijk gesprek. Welk teken vroeg door Hizkia als bewijs dat zijn leven zou worden verlengd? Hizkia vroeg in ieder geval om een teken nog. Ja. Dus hij zei nog niets van... Niet welk, maar een teken. Nee, nog een teken. Ja. Toen zegt Jesaja, wat teken wil je? Wil je dat... Dat zeg maar de schaduw 10 treden vooruit gaat of 10 treden achteruit gaat. Omdat dat was een klok toen de tijd. Oftewel wil je dat zeg maar de tijd iets van vooruit gaat of achteruit gaat op de klok. En Hizkia mocht kiezen. Ja. En wat kiest hij? En hij zei eigenlijk, nou vooruit, nou, dat is zo makkelijk. Dat zal wel makkelijk zijn. Dat zal wel makkelijk zijn. Doe maar achteruit, zeg maar. Dat zegt hij. Bijzonder, hè? Dus hij is ook niet gauw tevreden, hè? Nee. Dus hij wil het moeilijkste. Ja. Oké. Okay. Hij denkt dat is echt een waarlijk teken. En wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Nou, het gebeurde dus. Hij zegt, nee, laat de schaduw 10 treden teruggaan. En toen in die tijd ging dus de schaduw dus die dag 10 treden terug. Precies, in die dag gelijk, hè? Meteen. Meteen, precies. Ja. Nou, was dat een trap, hè, dus. In dit geval moet je je voorstellen waar de schaduw opgeworpen. Zo matigde de tijd. En 10 treden is best wel veel. Ja. Je hebt een research in gedaan. Hoeveel minuten zijn er in onze tegenwoordige tijd zijn 10 treden? Nou, 1 trede stond dus gelijk aan 4 minuten. Dus 10 treden, dus 10 keer 4 minuten, 40 minuten. 40 minuten, oké. Okay. Dus die dag. Ja, dus die dag die werd in 1 keer verlengd van de normale dag naar nog 40 minuten erbij. Oké, okay, en hoe lang werkte dat nou door? En het ding is dus, het was niet alleen het wonder. Het had geen effect voor alleen die dag, maar het was een permanent effect voor... De rest van onze mensheid. Dus. We gaan nu even, wat niet in de Bijbel staat, maar wat denken dat logisch is. Hè? Dat betekent dus dat niet de aarde gedraaid is. Mm-hmm. Moet je voorstellen dat de aarde draai, hoeveel energie dat zou vergen, wat het effect zou gehad hebben op bijvoorbeeld al het water wat er gebeurd is, als dat 40 minuten teruggedraaid zou worden. Mm-hmm. Maar dat, zoals wij het kunnen uitleggen met mijn beperkt verstand, is dat de zon gedraaid is. Ja, dat is interessant, hè? Andere positie gekregen heeft. Ja, inderdaad. En dat in ieder geval hoe precies is gebeurd, dat weet niet. We weten alleen dat het resultaat heeft. Ja, het resultaat weet. We kunnen in ieder geval zien dat het resultaat heeft toegetreden. Dus dat tot dat moment hadden ze een kalender van 360 dagen. Ja. En dat is toen veranderd. Want toen is vanaf dat moment heeft het elke dag 40 minuten langer gaan duren. Ja. Dat heeft effect gehad voor alle kalenders. En dat kunnen we niet terugzien, want we zien nu dat wij hebben nu een kalender van 365 dagen. Bijna goed, hè? Maar bijna, want niet helemaal, want 1 keer in de 4 jaar moeten we dus een schrikkeljaar. Zoals dit jaar, in 2020 dan. Ja. Vorig jaar was het dan, ja.
Dus wat je dus ziet is dus, toen is dus de kalender, die 40 minuten elke dag erbij. Mm-hmm. Dat leidt dus omdat er nu geen 360 dagen meer, maar 365 en een kwart. Nou. Ja. Mooi uitgelegd. Ja, in ieder geval dat... Dus het had een permanent effect op iedere dag opnieuw. Op het jaar, op de kalenders, op de maanden. En dan begrijpen we ook het volgende stuk. Van wie hadden dat nou ook in de gaten? Mm-hmm. Ja, want natuurlijk, het volgende stuk is... het is een wonder. Het wonder dat gebeurt is niet alleen zichtbaar voor een persoon voor wie het is. Maar het, is dus ook, het heeft dus effect ook gehad op... de andere volken. En in dit geval was dus de wijze mannen dus uit van Babel. Ja. Dus die zagen precies wat er gebeurde. En dus die, volgens de opmerking staat dus... tot dit volk behoorden wijze mannen die veel aandacht schonken aan de studie van de sterrenhemel. Ja. Dat aanbaden ze ook in tien tijd. En toen zij merkte dat de schaduw op de zonnewijzer 10 treden was teruggegaan... was hun verwondering groot. Precies. Mm-hmm. Dus de mensen uit Babel... De astrologen daar, de wetenschap, die beseffen hier is wat aan de hand. Hier is wat gebeurd. En dan horen ze die verhalen zo komen vanuit Juda, vanuit Jeruzalem. Die gaan naar het oosten, 1500 kilometer verderop. Ongeveer naar Babel. Ja. En dan ging met de tamtam, met te praten. En dan horen ze dat dat een ingrijp is geweest van een god. Ja, want anders konden ze ook niet bewijsstellen. Als bewijs dat de koning niet meer zou sterven. Ja. Dat is het verhaal, dat hebben ze gehoord. En nou ja, dat is een prachtig iets, hè. En hier staat een opmerking, terwijl hij zo mogelijk meer wilde weten van de God die zo'n wonder kon doen. Mm-hmm. Groot wonder. Als u echt nadenkt, echt even dat de kalender helemaal verandert, dat is niet één dagje, nee, het is allemaal heeft impact gehad. Ja. Dit enorme wonder, tot vandaag. We gaan nu naar de gemiste kans. Eigenlijk gaan we naar 2 Timotheus 4 vers 2, waar we zeggen gelegen of ongelegen. Dat je het woord moet verkondigen. Welke heilige gelegenheid werd de koning nou op een presenteerbaardje aangeboden? Ja, nou eigenlijk is dit... In die zin vind ik ook de tekst een paar pas erbij. Maar het valt helemaal in de categorie gelegen eigenlijk. Mm-hmm. Want deze boden, ze waren gefascineerd. Maar het volk, de koning en het volk waren gefascineerd over het wonder wat gebeurde. Ja. En ze wouden meer weten. Dus ze waren oprecht geïnteresseerd in wat ging gebeuren. Maar ja, Hiskia hoort dat die boden komen eraan. En denkt, oh ja, die komen natuurlijk voor mij. Ja. En denk, ja. Nou, en wat doet hij dus dan? Hij heeft op dat moment geen enkel woord eigenlijk over God gezegd. Hij heeft zijn dankbaarheid niet getoond. Hij heeft niet gezegd hoe groot het wonder was. Want daar waren ze oprecht naar geïnteresseerd. Ze wouden weten hoe dat kon en... Ja. Wie deze God was. En ze waren nog niet bekend met de God van Israël. Hoe makkelijk was het om te zeggen... ik ben gered door de schepper van hemel en aarde... die in 6 dagen hemel en aarde gemaakt heeft... en 7 dagen rusten. Dezezelfde machtige God die het allemaal geschapen heeft... heeft de tijd met 40 minuten veranderd. Ja. Als bewijs omdat ik graag wilde weten... of ik die 15 jaar erbij kreeg. Dat was eigenlijk zijn boodschap. Mm-hmm. En dan houdt hij het heel dicht bij zichzelf... maar geeft de eer aan God... En dan is de volgende vraag, ja, hoe vaak doen wij in ons leven niet... dat we het naar onszelf toetrekken in plaats van het aan God geven? Ja. En dat is een opmerking is dat hij schoot tekort in dankbaarheid voor de weldaad die hem bewezen... want hij werd hoogmoedig. Nou, we hebben nu vaak genoeg gezien dat de zwakheid van Hiskia was zijn hoogmoed. Het was niet zijn trouw aan de wetten. Het was niet zijn verering van God. Maar hij had hoogmoed. Hij vond zichzelf fantastisch. Ja, en dat heet een soort narcisme... Het heet egoïsme, egocentrisme. Niks menselijk is ons ook vreemd. Dus dan, de les voor ons is vandaag... Is hoe vaak zijn wij niet hoogmoedig bezig met onszelf... in plaats van met God bezig zijn. Nou, de 7e vraag gaat daar een stukje op door. Een blunder van je welste, wat voor een enorme fout maakt hij? Ja, dus de grootste fout was al de zonde die hij deed hierin. En zoals de opmerking net van vraag 6 gaf... is hij heel zwaar gezonde. Ja. Nadat hij... alleen zichzelf had verheerlijkt. En hoe hij zichzelf heeft verheerlijkt, nou, dat was ook nog eigenlijk voor zichzelf een hele domme fout. Want wat hij deed is... Hiskia had die schatkamer voor zichzelf laten bouwen. En hij liet alles zien wat hij had. Hij liet alle pralen, alle pracht van zijn land en van zijn paleis. Zoals staat geschreven in 2 Koningen. Er is niets in mijn schatkamer dat ik hun niet heb laten zien. Wow, want Jesaja kwam weer naar hem toe. Ja. Wat kwamen ze doen?
Toen zei dus Jesaja tegen Hiskia ook. Dus, zie, er komen dagen dat alles wat er in uw huis is en wat van uw vader tot deze dag hebt opgeslagen naar Babel, ze worden weggevoerd. Ja. Want ja, het volk, in ieder geval dus ook het volk en ook dus Hiskia als troon, als koning zijnde van Israël, was dus heel erg gezegend. Dat zie je dus ook. En dat zagen dus ook die Babyloniërs. Ja. Denk even terug en denk je, ja, dat zal mij niet gebeuren. Nou, denk een kleinigheden na. Als wij een nieuw huis hebben en we krijgen visite, dan zeggen we, nou, zal ik je het huis even laten zien? Ja. Dan doen we dat ook, hè? Dus het is heel normaal om de zegeningen te delen met de anderen. Mm-hmm. Alleen je moet wel nadenken. Als je je huis wil laten zien, wil niet zeggen dat je beleggingsrekening laat zien. Of je spaarrekening laat zien. Of de kluis die je toevallig in je huis hebt, de code laat zien. Wat ze allemaal kunnen doen. Dus het heeft zijn grenzen, de transparantie naar onbekende mensen. Je hoeft niet verborgen te doen over de zegeningen. Je hoeft niet verborgen te doen over God. Maar je mag bij onbekende mensen mag je toch een bepaalde reserves hebben als het gaat over, maak ze niet hebzuchtig. Ja, want dit is dus niet bracht hij ze onnodig in verleiding. Juist. Hij bracht ze in verleiding. Zeg je heel mooi, onnodig in verleiding. Opmerking zegt, hoogmoed en ijdelheid namen bezit van Hiskia's hart. En vol trots opende die voor de hebzuchtige ogen de schatten waarmee God zijn volk had verrijkt. Besef dat mensen soms echt minder hebben dan jij. Dat je dan niet de verkeerde verleidingen moet geven. Dat je wel op de zegeningen van God mag wijzen, maar wil niet zeggen dat je ze nog een keer hebzuchtig moet maken. Nee. Wat zou je nog willen aanvullen over die zevende vraag? Ik weet niet. Nee, ik denk in ieder geval dat de belangrijkste boodschap is inderdaad is dat ze dus, alles aan moeten doen om die hoogmoed en ijdelheid niet in ons hart te laten binnendringen. Dus het maakt niet uit hoe erg we gezegend worden. Natuurlijk hoop ik dat we allemaal zoveel mogelijk gezegend mogen worden. Totdat nog wat goed voor ons is. Ja, de boodschap voor vandaag de dag is de drie engelenboodschap. Ja. En de boodschap dat Jezus gauw weerkomt. En het oordeel is op dit moment aan het werk. Het onderzoek en oordeel loopt op dit moment. Begonnen in 1844. Dat is de boodschap voor vandaag. En daar gaat deze les over. Wanneer vertellen we dat nou? Of hebben we het alleen maar over onze eigen dingen? Ik wil een laatste stuk van de opmerking lezen van 7. De plechtige heilige waarheid, de beproevende boodschap die God ons heeft gegeven om door te geven aan de wereld, stelt ieder van ons onder de sterkste verplichting om ons dagelijks leven en karakter zo te veranderen dat de kracht van de waarheid op een juiste wijze kan worden vertegenwoordigd. We dienen een voortdurend besef te hebben van de korte tijd en van de verschrikkelijke gebeurtenissen die volgens de profetie snel zullen plaatsvinden. Mijn wens in gebed is eigenlijk voor u. Dat we de zegeningen die we iedere dag krijgen, dat we de Heer er dank voor zeggen. Prijs de Heer voor alles. En roem u zelf niet. Alles wat we doen, alle kracht die we krijgen, alle intelligentie, alle welvaart komt uit de handen van de Heer. Dus laten we ook de grote schepper van hemel en aarde daarvoor dank zeggen. Laten we niet in die fout vallen van Hiskia. Laten we de mensen vertellen waarom we dankbaar mogen zijn. En dat iedereen dat mag zijn. Ik wens u die kracht toe en dat u behouden mag worden voor de val van de hoogmoed.